Yo mensen van Outer Player, ik ben Moreno en welkom terug bij een gloednieuwe video van Pixelmon. Pixelmon. Ja, zoals ik altijd gezegd heb, Pixelmon. Ik blijf dit haak Pixelmon zeggen. Even verschuiven. En hoppakee. Wat we vandaag gaan doen. Jullie zien misschien al, zoals ik in de vorige episode heb gezegd. Ik zou sowieso de Pokémon die ik gevangen had en wou gaan levelen en trainen en gebruiken, heb ik dus bij me. Dus Tepig en Nammel. Pelipper is in de PC gezet. Jullie hadden voor mij ook gezien dat ik Mudkip gevangen had. Ik heb ook al de Cooked Apricorns. Dat heeft een reden. Want ja, ik heb alles een beetje gestudeerd. Ik heb Tepig trouwens ook de XP share gegeven, want hij is level 13. Hij moet level 40 zijn binnenkort. Want ik wil iedereen naar level 40 trainen. Zo snel mogelijk. Dus ik geef hem de XP share. Dus het gaat even een tikkeltje sneller. Een Oshawott. Ja, net kwam ik dus een Boss Samurott tegen. Die is gedespawned. Level 44 was die. Ik zou... What the fuck? Nou, dan heb je pas pech als je daar terecht komt. Maar goed, ik heb dus ook weer de lijst bij me met alle Pokéball-lids, hoe we die moeten maken. Ik heb ook alles al in werking gezet. Kijk, zijn ze al klaar? Zo snel? Nee toch? Oh ja, verhipt. Ze zijn al klaar. Alleen maar goed. Hier had ik wat, ja, zie je? Hier had ik wat ingedaan. Dan neem ik deze mee. Deze had ik al klaar. En dan deze klaar. Deze klaar. En dan geel ook klaar. En dan roze klaar. Alles is klaar. Deze waren leeg. Ja, deze waren leeg. Ik heb hier naast mijn OBS openstaan hoe ik alles moet maken. Dus nestbal. Moonbal, luxurybal, netbal. Ik wil sowieso moonballs maken. En daar heb ik materiaal voor. En dan krijg ik per crafting recipe 2. Wacht, ik zet even deze in, want ik ga nu heel veel daarin kijken. Dan horen jullie me ook wel beter. Oh. Ik heb blauw nodig. Ik wil er 5 setjes maken. Dus dan heb ik 5 blauw nodig. Ik heb ook 5 rood, 5 geel nodig, sorry. En wat heb ik nog meer nodig? 5 zwart. Zo. Dan hebben we 10 moonball discs. Welke ik ook wil maken zijn, even kijken, luxury balls. Premier balls kunnen, quick balls zijn handig, repeat balls. Ik denk niet dat ik ze ga gebruiken. Sportbal, timerbal en timer en ultraballen. Die hebben we echt nodig. Dat kan ik maken, maar dan gaan de ultraballs voor. Maar dan wil ik wel even. Wat? Oh, het stond ervoor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Want dan krijg je maar per setje 1 van. Dus dan hebben we 8 ultraballen. En dan wil ik ook timerballs maken. Dat is rood, zwart, wit. Waarom? Nou, je hebt misschien de vorige episode gezien. Ik nam heel veel beurten om Tepig te vangen. En Mudkip ook aardig wat. Dus die wil ik wat vaker hebben. Zodat naarmate ik meer beurten heb, dat ik er ook vaak kan gebruiken. Moonballs hadden we al gemaakt. Nestballs hebben we niet zo aan. Want die werken alleen bij lage level Pokémon. Die gaan we nu niet echt meer vangen. Levelbal daarentegen. Kan ik die maken? Ja, levelbal. Levelbal, had ik voor me al uitgelegd, maakt het makkelijker vangen van... Wat joh? Timerbal. Oh, kan ik niet meer maken. Want ik heb een Black Apricorns opgemaakt. Heavyball hebben we niet zoveel aan. Een premier. Een diveball. Diveball waren we vorige keer ook maken. Maar daar hadden we niet genoeg voor. Dus dan doen we 1, 2, 3, 4, 5. Dan pakken we alles weer terug. En even kijken. Dan hebben we geen discs nodig. Duskballs hebben we nog genoeg van. Netballs kunnen we wel gebruiken. Maar volgens mij heb ik daar zwart voor nodig. Even spieken. Netbal. Waar stond die ook weer? Ja, daar had ik zwart voor nodig. Dus dat kan ik niet bijmaken. Quickballs. Volgens mij had ik daar alleen blauw en geel voor nodig.
Die staan. Quickball. Quickball, 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 quickball. Staat er niet tussen. Quickball. Ja, hier. Blauw, geel, blauw. Dus blauw, geel, blauw. Pakken we even blauw, blauw en geel. Deze. Oké. Kunnen we nog premiersbal maken? Met plezier zelfs. Gewoon voor de leuk. Hebben we nog één wit? Is er misschien een recipe met een pokeball die één wit nodig heeft? Een sportbal. Laat ik voor de. Nou, vooruit. Eén sportbal. Even kijken wat het voor effect heeft. Dan hebben we dit nog. Wat kunnen we hiermee maken? Ik heb echt geen idee. Timerbal kan. We hebben groen, rood, geel, roze. Groen, rood, geel, roze. Safaribal. Ja. Kan het proberen. Doe ik aardig wat. Zo, hoppa. Hebben we alleen nog geel, roze, rood. Geel, roze, rood. Misschien roze, geel. Of alleen maar roze. Kan ook nog. Dan heb ik er nog wel een paar over. Nee, daar heb ik wit voor nodig. Daar heb ik blauw voor nodig. Er is niet echt een recipe voor. Nee, dan houden we het even zo. Dan houdt het even op. Hebben we hier nog genoeg fuel in zitten? Nee. Dan moeten we even wat bijpakken. Hij moet heel veel gaan verbranden. Dus ik doe er nog even hier van de helft nog bij. Lijkt me verstandig. Ja. 32, oké. Okay. En dan moeten hier al die discs inkomen. Zo. Dat gaat dan zijn gang. Oké. Gaat dat zijn gang? Ja, dat gaat zijn gang. Dat neemt alle tijd van de wereld in. Dus in die tussentijd kunnen wij misschien wel even trainen. Tepig voornamelijk en Nammel. Hi, ja, jij bent te zwak. Hoef ik niet. Maar welke Pokémon zou het verstandig zijn om aan te pakken? Ik zie Arbok. Arbok van 28 en 48. Noemel kan die van. Oh, nee. Waag het. Ik heb een idee. Ik pak Nammel. En. Ik pak Nammel. En daarmee ga ik die Arbok uitdagen. Want Nammel is sterk genoeg. Jij kan Magnitude. Dat is een fucking sterke aanval. Zoals je ziet. Nou, dan is hij dood. Trouwens, hij wil vechten. Let maar op. Tapix 14, 15. Flame Charge. Ja. Trouwens, nee. Nu wel. Oh ja, mijn Nammel was fucking klein. Vandaar dat ik hem niet zag net. Die bomen. Ik denk dat ik ze laat staan. Ondanks dat ik zeg dat ik al die bomen even weg wil halen. Ja, het is toch wel decoratie. Ik vind het wel even lekker als het een beetje boom is. Ik bedoel, het is een beetje lullig als het maar één boom is of zo. Dan verder niks. Je bent Grass Potion. Dus als mijn Flameburst jou pakt, ben je in één keer dood. Cocoa Beans. Lekker. Wat heb ik kort evolueren? Of gaat hij pas op level 18 evolueren? Kijk, ik wil ook later ook nog een Jigglypuff. Vandaar de Moonballs. Want Jigglypuff is een Pokémon die met een Moonstone evolueert. En dus een Moonball werkt effectiever tegen Pokémons die met een Moonball evolueren. Misschien is dat wel duidelijke koek. Oh. Door. Appa. En. Is zien. Ik hoor nog een Jigglypuff. Ik hoor een Blastoise. Welk level ben jij? Te hoog. Ja, Blas. Blas. Wat is dat? Dat is een Meowth. De Drowsy. Ik vecht Drowsy wel. Magnitude doet geen ene donder. Kak. Ik zet even mijn dinges weer terug. Want anders horen jullie me minder. Flame Charge deed wel wat. Oh! Ik hoor heel veel Meowths en Rattata's, maar daar heb ik niet zoveel aan. Even kijken hoe sterk die trainer is. Is hij sterk genoeg? Het is te doen. Het is te doen. Magnitude. Het is een Slowpoke.
Flame Burst. Ik denk dat hij doodgaat, ja. Ik doe Zoroark. Ik weet ook niet hoe lang Zoroark in mijn team blijft, want het is niet echt de sterkste Pokémon. En het is al full evolved. Dus qua trainen is het ook niet echt meer leuk om qua evolutie ook nog. Torm, het heeft ook alleen maar Fire types die echt wat doet. En dan vind ik. Ja, Psyduck. Hey! En dat heb ik geëvolueerd al. Tan 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 tan. Nee? Oké. Okay. Ja, ik kan het niet zien, want bugged as fuck. Kan niks. Ik ben wel level 47, by the way. What the fuck? Ik heb zoveel XP. En ik heb al een Pignite. Woep woep. Armtrust. Ja, ja, ja. Deze. Pignite, kom maar eens uit. Oh, jij bent nog redelijk groot. Ik ga even Summary bekijken. Summary. Blaze. Power of fight types. Moves van Pokémon is in trouble. Oké. Okay. Moves stats. Nature relax. Oh, jij bent een huge. Dus voor mij 1 of 2 na grootste formaat van een Pokémon. Dus dat is nog redelijk. Ik laat ik eerst even Numo even healen, want hij is half dood. Oh die shit. Jou kan ik wel aan. Numo hoeft niet echt te levelen. Dus ik pak Lewick. En natuurlijk is het een vuurtype. Oh. Fuck. Ik pak wel even Watergun. Geider. Tada ta 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 ta. Wow, 3 AP. Dood. Arcanine. Jezus. Oh, Jezus. I'm fucked. I'm so fucked. I mean, look at this. I'm so fucked. Kijk, want alleen Pignite is nog. Armtrust. Oké, okay. Ik ben weer terug. Ik werd even geroepen. Oh, muis doet nog. Mooi. Een Blastoise en wat vergeet ik? Ik moet mijn Pokémon healen. Ja. Dit al. Oh, zo. Hop. Nee. Ik heb een idee. Mensen. 1 seconde. Oké, mensen. Zoals jullie net zagen, was een Pokémon, een Legendary gespand. Allemaal Pokémon zijn geheeld. Dus wat nou als we naar vuur gaan? En vanaf daar gaan zwemmen naar de mainland. Misschien kunnen we de legendaire winnen, want dit is een beach biome. Dus hopelijk komen we hem dan tegen. Als het goed is, hoort hij op de map tevoorschijn te komen ook. Ik zie hem nog niet. Het zou fijn zijn als ik weet waar hij is. Dat is een Magmar. Dat is een Diglett. Vermoed ik. Of een Nammel. Yes, Diglett, natuurlijk. Zie, misschien zit hij wel nee, dat zijn alleen maar Trapinch. Dit leidt totaal af van het trainen gedeelte. En nu ben ik geobsedeerd door het zoeken van een legendary. Juist. En gewoon puur omdat er een kans is dat hij bij mij in de buurt zit. Juist, oké. Okay. Dat samengevat zie ik nog een Pokeball, by the way. Die ben ik de vorige keer misgelopen. Lekker handig. Item. Wat is het item? 1, 2, 3. Een elixir. Ik ben even kwijt wat het ook weer doet. Misschien is dat hem. Nee, dat is een Magmar. Oh, ik moet die kant op. Trainer. Nammel. Diglett's. Ik denk dat hij alweer gedespawned is, by the way. Want ik zie hem niet. En nog een trainer. Oh, dat scheelt weinig. Juist. Ik denk dat hij verdwenen is. Dus wat ik ga doen is gewoon weer terug te payen. Want, oh, F9. Ik weet niet meer of het doet. Jee, was het ook weer. Dan gaan we naar huis. En dan zijn we hier weer. Oké. Okay. Ja.
Laten we even kijken hoe ver die Pokéballs zijn inmiddels. We zijn ook inmiddels alweer een tijd bezig. Oké, nu zijn de Moonballs bezig. Dan die nog. En dan dit nog allemaal. En dit is al klaar. Oké, daar zit geen fuel meer in. Het is nog steeds een kwestie van wachten, maar hij is al wel aardig onderweg. Dat is een Kingler. Dat is een Milk Tank. Misschien komt er nog wel een trainer langs. Welke levels zijn jullie? Ja, ik ga een poging wagen. Ja, fuck me. Lekker slim. Dat is een Merrill. Daar heb ik niet zoveel aan. Een Starly. Een vliegtype. Oh. Goeie vraag. Ik denk niet echt dat een vliegtype veel effect heeft. Nou, vliegaanvallen wel, maar een vliegtype, dat is weer het nadeel. Vermoed ik. Dus daar kan ik niks mee. Het zijn ook een beetje laag level Pokémon die komen. Dus misschien die Kingler, dat ik die aan kan. Kingler? Kingler. Het zou te doen kunnen zijn. Ik ga een poging wagen. Burn. Oké, dat is mooi. Dan Nightshade. Oké, dat doet wat. Dat doet wat. Oké, Bubble. Ik denk dat ik hem kan verslaan. Ja, ik heb hem verslagen. Smog. Ja, echt. Defense Curl gaat weg. Dit gaat lekker. Hij is al level 20 alweer. Het gaat echt lekker snel. Een Azumarill. Ja. Ook een poging. Ja, burn. Yes, yes, burn. Burn. Burn, baby. Burn. Ja. Hoppakee, dood. En... oh, momento. The user faints when using his Murph in turn hardly... ja, dat... dan maak ik mezelf dood om vervolgens een klein voordeel te wekken voor de volgende partij. Fuck you. Voltje overleeft het. Wauw. En... ik vraag me ook af, op welk level evolueert Litwick? Terwijl die healer ga ik dat even opzoeken. Tot zo. Oké, mensen, ik heb het gevonden. Ik zal het even hier laten zien. Hij evolueert op... oh, als jullie het kunnen zien. Misschien als ik hem iets donker zet. Litwick evolueert op level 41, sorry voor de slechte kwaliteit. En dan wordt hij een Lampet. En Lampet evolueert door middel van een Duskstone naar Chandelure. En dat is eigenlijk het doel. Dus Litwick is nog aardig een eindje onderweg voordat hij een Lampet wordt. Tot mijn verbazing, want ik dacht echt dat het ergens rond de 35 was of zo. Maar goed, weer wat geleerd vandaag. Dus we hebben ook een Duskstone nodig om uiteindelijk Chandelure naar Chandelure te evolueren. Wat ik dan weer wel wist, gelukkig. Dus dat scheelt weer tijd. Maar een Duskstone vinden is niet zo makkelijk. Dat is het probleem. Dus ik vraag me af, waar haal ik het vandaan? Misschien dropt een iemand hem. Ander geslacht. Mannetje, mannetje. Nee, dus. Een hielbal. Ik probeer het maar. Echt, ik word helemaal gek van mijn geknippen, joh. Ach. Ik blijf hier zitten, ben ik vanaf. Yes! Ik dacht even dat ik hem niet gevangen had, maar... gelukkig is het wel zo. We hebben een Ponyta. 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 Een Farfetch'd. Farfetch'd. En dan een Reptic. Ja, ik heb wat hogere Pokémon nodig. Dat leveren gaat dan makkelijker. Dus ik pak even... Litwick. En doe Farfetch'd burnen. Oké, en dan Nightshade. Oh, wacht. Het is een normal type. Daar heb ik niet voor aan. Fury Sipes. Nog. Zo. Wow. Sugarcane. Litwick. Burn. Shit. Duelt. Die evolueert volgens mij op 36.
Dus dat is ook in principe in de buurt. Dat is alleen maar goed. Sugar, cane, rolled chicken, twee feathers en een ei. Oké, ik heb geen idee waar ik een ei voor nodig heb, maar ik... ja, gezegd, het ei hoort bij, wordt hier ook gewoon bij toegepast. Juist. En nu wij dat dus geheeld hebben, kunnen we die arbok pakken. Met Lipwick. Doen we Willowisp. Mooi. Doen we ook Nightshade. Ja, ja, ja. Ja. Rollout. Oeh. Het is een goeie, maar hij wordt zo zwak over tijd. Ik doe Ember weg, want ik heb Flame Charge al. Of Flame Charge, hoe je het moet noemen. Oh. Don't attack. Zijn er nog Pokémon aan die kant van het eiland? Ja, Slowpokes. Nu ik eens over nadenk, Slowpokes kan ik toch ook gewoon aanvallen, want ze zijn ongeveer level 20 of 40. Oké, deze vallen dan nog mee. Jij bijvoorbeeld. Litwick. Ja, je bent potioned. Dat is wat minder. Nightshade. Nog een keer Nightshade. Ja. Oké, ik moet echt even blijven onthouden dat... uit dat Willowisp geen effect heeft tegen watertypes, want ik blijf het continu op ze gebruiken, terwijl het geen effect heeft. Dus dat moet ik even onthouden. En tot die tijd moet ik even voorzichtig omwisselen naar Duelot. Naar Duelot, ja. Een Razor Shell. Dan een Revenge. Doet ook niet echt veel. Het heeft echt wat effect als het ook als er eerst een aanval voor is gekomen. Dan ga ik even ik pak even deze Hypno. Want die heeft een goed level. Ik ben potion door een dinges. Het mist, juist. Ik ben fucking flinched. Hoe de fuck kan je flinchen? Yo, bad mate. Magnitude. Doet geen een donder. Kak. Misschien moet ik curse doen. Amnesia. Ik heb geen idee wat het doet. Ik doe maar wat klikken. Verrelegator. Crunch. Zo, dat ging makkelijk. Ik denk persoonlijk dat Pignite wel vrij snel level 40 bereikt. Ik denk dat iedereen dat wel doet, want ze zijn allemaal zo dichtbij. En op het tempo dat Pignite levelt, moet dat sowieso geregeld zijn. Ik denk dat ik misschien achter de schermen ook nog even door kan gaan. Maar dan moet ik nog even naar kijken hoe mijn tijd loopt. Nog een Totodaal en nog een Litwick. Ze zijn allebei een beetje zwak. Bij jou kan ik het niet zien. Holy fuck, je bent groot. 40. Het zou kunnen, maar dan moet ik beginnen met... Zorro. Nee, Zorro, ik heb geen effect. Verrelegator tegen Verrelegator. Holy fuck. Crunch. Ice Fang. Heeft ook geen zin. Ja, ik kan alleen crunch doen, want... Wow. Want hoe heet dat? Water Gun heeft weinig effect. En... Oh, dat... Oh, het is al... Oh, jezus. Het gaat wel heel snel voorbij. Eerst zien. Er moet toch wel iets te vinden zijn. Qua... sterke Pokémon of zoiets. Hier staan er wel veel. Corphish zou kunnen. Ja. Crunch. Relegator, ik ga even een stukje rijden. La 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 la. Ik dacht wel even dat je niet kon springen. La la, wat een klein dubbel. La 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 la. Waar kan ik heen? Zo. Trainer. Ik pak jou aan. Crunch. Nog een keer crunch. Dit wordt wel makkelijk. Crunch. En dat was hem al.
Pelipper, welk level ben jij? Anders ga ik jou vermorden. Ik kan jou vermorden. Crunch. Ice Fang. Ice Fang doet echt niks. Even kijken. Dat is een level 20. Dat is level 21. Level 19. En jij bent een level 15. Heb ik ook niet voor aan. Even healen en die Pokémon trainer even uitdagen. Dat is een level 30 of zo. Veel interessants gebeurt er niet vandaag, behalve dat we een evolutie hebben meegemaakt. Ah ja, bent ook teleurstellend zeg. Maar goed, ik ga je gewoon aanvallen. Met Litwick. Een Houndoor. Wilwisp werkt wel tegen Houndoors, toch? Ook niet. Juist. Nammel. Magnitude. Dat doet wat damage. Dan Growlit. Oh, jij bent echt puur vuurtrainer, natuurlijk. Waar kan Growlit vangen? Kan ik een Arcanine fixen. Level 26 en een Houndoom alweer. Ga jij doden? Zo, dat was makkelijk. En een Krabbei. Dat was makkelijk. Ik denk... Oh, wacht. Oh, wacht, is Livik! Shit! Dubbelt. Ik denk... Dat ik achter de schermen even verder ga trainen. En wat er dan moet gebeurd zijn. Nee, dat ga ik op film vastleggen. Is dat Pignite evolueert in Embor. Dat gebeurt op level 32 of 36 aan mijn hoofd. En dat ga ik wel recorden. En de rest van de training ga ik gewoon even lekker achter de schermen doen. Anders wordt het weer een te lange video. En dat moeten we niet hebben. Dus mensen. Ik ga even naar binnen. Oké, mensen. Ik heb ook even zitten kijken hier. Ze zijn bijna klaar. Achter de schermen ga ik deze dus ook in elkaar zetten. Jullie weten welke Pokéballs eruit kunnen komen. Dus dat zien jullie dan de volgende episode. Dan heb ik weer een hele volle bak met Pokéballs. Allemaal mooi. Wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vonden jullie dit een leuke video? Blauw duimpje omhoog. Wil je meer zien? Abonneer en vooral. Wees niet bang. Doe het gewoon. Het is niks. Het kost niks. Maar goed mensen, ik hoop dat ik jullie bij de volgende aflevering weer zie. Dus mensen, laters!